Een hele goede morgen, lieve vrienden. Het is vandaag 2 juli. Het is vandaag dinsdag. En het is 16 minuten over 9. Ja, ja. Ik ben er dus weer vroeg uit. Want ik moet zo meteen naar de assistente van de huisarts bloed laten prikken. Maar ja, moet je nuchter verschijnen. Dus ik mag helemaal niks hebben. En daar baal ik dus weer wel van. Maar het doet er niet toe. Des te straks, ja, ik moet zelf even lekker verwennen met een bakje koffie en een broodje. Dus komt ook allemaal wel weer goed. Ik heb wel mijn maagtablet, neem ik mee. Ik weet niet of, ja, dat zien jullie niet. Het is ook zo klein, hè. Hoe doen we dat? Ja, het is blauw met wit, is een maagtablet. Die moet ik eigenlijk eerst innemen, 's morgens op mijn nuchtere maag. Een half uur voordat ik iets ga nuttigen. Dus die neem ik gelijk in na het prikken bij de assistenten. Vraag gelijk water. Dus ik doe het zo meteen even ergens in. En dan komt dat ook wel weer goed. Maar ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Want het is echt zo mooi weer. Ja, ja. Ik geniet er met volle teugen van. En als het enigszins kan allemaal. Want Rebecca die komt om 11:30, dan komt die vrouwelijke begeleidster van Cirilo, dat is Sandra, die komt, het is Juttersmarkt, maar de familie Zwaan is er terug. En daar wil ik ook weer even heen, want ja, die zwaantjes die zijn ook groter geworden. Want ze waren weg, ik was er al een paar keer geweest, maar ja, als er niks is, valt er ook niks te vloggen, nee. Dus ja, dan gaan jullie sowieso weer mee vanmiddag. En dan zullen we het beleven. Kijk, nu mag het niet. Nee. Jullie mogen daar niet binnenkomen. Nee, dat is privé. Ja, moet je voor jezelf heen, dan ben je er welkom. Maar je mag er niet filmen, maar punt uit. Maar oké, lieve vrienden, dan weten jullie weer wat er eigenlijk in de planning ligt. En of we eraan toekomen is vraag 2. Maar de plannen, die staan er. Ja, en ik zou zeggen, geniet er nogmaals van, want het echt, ik vind het heerlijk. De zon is helemaal naar beneden, dus dan weten jullie het wel. Gisteren kon het niet, het waaide te hard, het was meer bewolkt dan wat anders. Dus ja, dan heb je het ook niet nodig. Dan ben je blij met ieder straaltje zon die je binnenkrijgt. Hé, in Kandolf, die is de hele nacht trouwens buiten geweest. Ja. Want ik ging al heel vroeg naar bed, dat weten jullie. Kwart voor 12 geloof ik. Ja, ik lag om 12:00. En toen was meneertje niet binnen. Nou, ik heb het vanochtend pas binnengelaten. Eigen schuld, dikke bult, ja. En ze lopen te zeuren met eten, dus ik ga ze eten geven. Ik zeg, lieve vrienden, tot later. Ja, lieve vrienden, ik ben al heel geruime tijd thuis. Ja, al heel erg lang. Want ook Rebecca is al geweest. Die is nou net 10 minuten weer weg. Ik heb mijn scootmobiel schoongemaakt vanwege afgelopen zaterdag met de Veteranendag. Want ik zag er niet uit. Het enige wat ik nog moet doen is mijn scherm, mijn windscherm. Maar hij staat in de palle zon, dus dat gaat het er nou niet worden. Want dan krijg je strepen en dan blijf je aan de gang. Dus dan kun je beter wachten en gewoon die nog even smeren houden. En dan komt dat straks wel goed als het dus ook verdwenen is. Of gedraaid is, laat ik het zo zeggen. Ik ben ook in die tussentijd alweer aan het renderen. Ja, en ik ga straks nog eventjes denken. Ja, ik wil eigenlijk de markt over, weet je. Maar ook krijg ik weer die Sandra. Nou ja, je weet genoeg van mijn gezichtsuitdrukking. Ja. Hè, dat, ze doen er toch eigenlijk niks voor je. Waar je ze voor nodig hebt. Hè, wat je graag gedaan wilt hebben, dat doen ze niet. Want ze kunnen niks mee beginnen. Nee. Maar even via een advocaat of wat dan ook, wordt er ook niet gedaan. Dus ja, moet ik allemaal zelf doen. En ik weet even 1, 2, 3 niet hoe. Moet ik ook allemaal uitzien te dokteren. Maar dat komt allemaal wel goed. Ik heb in ieder geval bewijsmaterialen klaarleggen. Maar ja, je hebt die
rotvakantie er nou weer tussendoor. Dus ja, dat is even weer eventjes afwachten. Maar oké, maakt allemaal niet uit. Ik heb een bakje koffie voor mijn neus. Die ga ik zo lekker opdrinken. Ik neem me nog een koekje erbij, want ik heb nog heel weinig op. Omdat ik niet eten mocht. Ja, ik heb nou wel al gegeten, maar vanwege dat ik de bloed moest prikken. Maar dat is alweer over. Pleistertje is er alweer af. Dus ja, het is helemaal goed. En ze hadden maar één buisje nodig. Dus ja, ook helemaal goed. Maakt mij niks uit. Zolang ik maar blijf behouden. Maar in ieder geval, dat is allemaal al geregeld. Ik was voor 10:30 alweer thuis. Dus dat heb ik, dacht ik, snel gedaan. Ik moest het 9:50 geloof ik zo uit mijn hoofd. Ja, 9:50 is 10:10. Moest ik er wezen. Nou, en ik was 10:50 alweer thuis. Terwijl ik wel naar een andere wijk moest. En wat ik vergeten was, die Juttersmarkt. Dus ik moest ook dat proberen te omzeilen. Wat niet helemaal lukte, maar een gedeelte. Dus ja, dan moest ik ook tussendoor. En dan helemaal naar de andere kant van de stad. Dus het was niet een wijk hiernaast. Nee, aan de andere kant van de stad. Dus ja, moet je toch naartoe. En maar ja, het is allemaal gelukt. En ik was toch binnen het tijdbestek ook weer thuis. Toen heb ik Rebecca geappt van ik ben er. Nou, toen zei ze, kom eraan. Nou, 10 minuten later was ze er ook al. Dus ja, dat ging ook allemaal lekker snel. En mijn auto, dat lukt dan wel. En komt toch altijd met de auto. Ik weet niet eens niet of ze, ja, ze heeft wel een fiets. Want dat er voor het eerst die kwam, was zij op de fiets. Ja. Maar ja, in een dikke 2,5 jaar gebeurt er ook natuurlijk bij iedereen veel in hun leven. Zo ook bij haar. Dus ja, ze heeft nou een autootje en ze is gelukkig tot zover. En bezig met een kindje te krijgen wat 21 om 3 nog niet lukt. Maar ze is wel gelukkig met haar vriend, laat ik het zo zeggen. Dus ja, het gaat allemaal verder goed. En ik voel me ook tot zover happy op één ding na. En dat moet ik toch zien te regelen. En ja, mijn mannetje, dat blijft toch altijd bij je hangen. Daar heb je af en toe eens een dipje van. Maar dat is verder, ja, gaat het toch allemaal weer door. En wie heeft dat niet? Iemand die een dierbaar iemand, een geliefde persoon is verloren. Die hebben af en toe zo een paar keer per jaar dat ze in een dipje komen. En ja, ik heb een maand juni, nou dan had mijn man jarig kunnen wezen, 7 juni. 8 juni is mijn moeder ooit begraven. Die is op 1 juni overleden, van een jaar terug. Een aantal jaren terug, moet ik zeggen, want dat was 2010. En was op 1 juni overleden, 7 juni was mijn mannetje jarig, toen niet gevierd. 8 juni werd mijn moedertje toen begraven. Nou, voor 2,5 jaar terug toen was die er dus ook niet meer. Maar had die jarig kunnen zijn, maar toen hebben ze een as uitgestrooid. Zo was het. Nou, 23 juni, ik zelf zei de gek, ben ik jarig. Nou, dan 6 juli aanstaande had mijn mammetje jarig kunnen worden. Ze is er niet meer, maar ik heb wel filmpjes gevonden. Nog gaan Karin en ik die in elkaar zetten. Maar, tenminste, we gaan er eerst over discussiëren, van is het wat. Want toen bestond vloggen nog niet. Tenminste, niet voor ons. Wij wisten dat nog niet, wat dat was in 2012. Iemand anders heeft met een mobiel aan het filmen geweest, maar het is niet echt om te zeggen van, oh wat mooi, de filmkwaliteit, ook heel veel, ik weet niet hoe je dat zeggen moet, kriebeltjes, ruis er doorheen, niet qua geluid, maar door het beeld, en ja, het
Het is niet echt te zeggen van topkwaliteit, maar het is wel een koesterende herinnering aan mijn moeder dat ze begraven werd. Dat die hele ceremonie eromheen. Ja, mijn mannetje is daar nog op te zien. Doet mij goed. Mijn zoon, Harret van Beek nu, was toen nog Harret van de Werf, maar hij heet van Beek. Nu, want hij is getrouwd met zijn man. Henry van Beek is erbij en zo zie ik mijn liefhebbende broer Koen erbij. En mijn stiefbroer Wietse zie ik er nog bij. Ja, en mijn stiefbroer moet ook niks meer van me weten. Nou ja, dat is zijn keuze. Ja, als ze niet tegen de waarheid kunnen op een moment dat ze de waarheid krijgen te horen. En ze kunnen er niet tegen en ze worden kwaad. Nou. Dan maar ik hou mijn mond niet. Nee, ik zeg waar het op staat. .nl, ja. Maar oké, genoeg gepraat, lieve vrienden. Jullie zijn een klein beetje op de hoogte van het reilen en het zeilen hier. Wat de bedoelingen is, wat er in de planning staat. Dus het komt allemaal goed. Ik zou zeggen, geniet van het weer. Duimpjes omhoog, ook voor deze vlog. Ja, en... Doe leuke dingen. Ja, geef elkaar de hand en niet de vuist. Ik zeg doei doei. Ja, lieve vrienden. Helaas, pindakaas. We zijn nog niet bij familie Zwaan geweest. Het is 16:37. Ik ben er ook niet aan toegekomen. Ik heb alles binnen de korte tijden. Korte tijd heb ik moeten realiseren. Omdat er een Urban kwam van Cirelo. Ik heb een brace gekocht voor mijn duim. Hier zo. Mijn duim erin. En dan moet ik hem zo. Kijk. Omdat ik artrose in die duim heb. En dan doet hij regelmatig pijn. En dan kan ik hem ter ruste leggen. Anders gaat deze dame door. Ja, dat moet niet. Ook een tijdje rust houden. He, dus ja, ik heb ook een camera gekocht om Frodo in de gaten te houden als ik eventjes weg wil of weg moet. Of op afstand dat ik hem via mijn mobiel in de gaten kan houden. Ja, het is niet voor inbrekers, want daar hebben we wel wat anders voor. Ook dat, ja. Het gaat nou voor mijn hondje, dat ik die in de gaten kan houden. Ook al heb ik oppas die gaat ook wel eens even weg. Ja, die heeft ook meerdere dingen te doen. En dan kan ik hem gewoon in die tussentijd lekker in de gaten houden. Hé, Ewen, jij nou? Ja, jij ook. Ik jou ook zien, ja. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik ben helaas niet die kant op geweest. Dus geen camera meegehad. Morgen weer een dag, misschien dan. Ja, morgenochtend krijg ik weer bezoek. Dan krijg ik weer die man. Die geef ik mooi de opdracht ook. Hij heeft het druk voor mij. Ja. Hij krijgt nou een paar kleine opdrachten. Dat is de bessenstruik opbinden. Ik heb de slingers nog hangen voor mijn verjaardag. Dat kan hij eraf halen. En eventjes zo'n streng kerstverlichting wat nog steeds hangt. Kan hij er ook afhalen? Ja. Komt helemaal goed. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie dag. Doe ik ook. En tenminste doe ik ook. Ik ga zo meteen medicijnen nemen, anders komt het niet goed. Nee, ik heb namelijk hoofdpijn. En dat begint enkel maar erg te worden. Dan hoop ik dat het weer kan zakken. Zo niet, dan leg ik vanavond vroeg op mijn kooi. Dat weet ik wel. Maar in ieder geval, geniet nog verder. Ga ik ook proberen. En mijn poes een beetje die vraagt aandacht, Ewin. Dus ja, heeft ook nodig, toch? Ja. Ik zou zeggen, tot later.